Wat jij zei... Dat verklaar je dan als je de beste koers uitprobeert, dat het ene voer dan wel gewand is, of 2 dagen gewand. Ja, ja. Ik heb die NVM gehoord, dat was beneden van hè? Ja, ja. Heb je eens gezien wat erop staat bij ons? Ja, wij verlossen ervan. Ja, ja, ja. Nou, onze korrel heeft 6 jaar geduurd in ontwikkeling. Hij was eigenlijk in 3 jaar was hij al klaar. Maar ik had een probleem met de markt. Als je ooit in Japan komt, al zijn de vissen zo groot, dat maakt niet uit. De korreltjes zijn hooguit 2 mm, niet meer. Maar wat willen wij? 5 mm, 6 mm. In Duitsland hoef ik niet met 2 mm te komen. Geloof me, ik krijg 9 mm lood terug. Ja, dat is kras hoor. Dat denken ze ook. Maar wat is nou bij onze korrel? De korrel, wat ons is gemaakt, heeft een kern. Daar zit het basisvoer in. En in het omhengsel, het bovenste stuk, 1 mm eromheen, zit een coating in. En de coating is zo belangrijk voor de vis. Is gigantisch belangrijk. Als je de vis hebt, even niet om een tekenen laten jongens. Als de vis, als jullie korrels pakken en de korrel is niet met bepaalde stoffen in de voorkant, gaat de korrel, zonder dat de vis wat opneemt, gaat al verloren. Het is heel belangrijk, water komt in de korrel. En elke korrel, wetenschappelijke jongens, elke korrel binnen 17 seconden komt de stoffen al eruit. Dat zie je, ja. Ja, dat begint het al. Wat wij hier hebben is, hebben wij 100% karperolie. Waarom karperolie? Heel simpel. Ons karpertje is een kannibaal. En eigen stoffen, en hij wil dit, dan moet je hem dat geven. Als jij geen zuurkool lust, hoef je vrouw niet elke week zuurkool op de tafel te zetten. Dan krijg je dit verhaal. Hè? Dus zo extreem is dat. Wij hadden onze korrel op 2 mm, maar we hebben nou de korrel moeten overbrengen naar 5 mm. Dus er komt een heel ander proces. Niet van, ja dan laat je de korrel maar 5 mm maken en doet dan je coating erop. Zo werkt dat niet. Dus de hele korrel moest maar helemaal weer omgegooid worden. Om toch weer in dat bepaald bereik, om een vis heel snel te provoceren. Dat hij het neemt. En wat dan heel belangrijk is. Hier jongens, dit is het allerbelangrijkste. Hier moeten de eerste stofjes al loskomen. Ik geef een voorbeeld. Het bloed van de vis heeft dezelfde opbouw zoals wij het hebben. Ons eigen bloed. Rode bloedlichaampjes, witte bloedlichaampjes en plasma. Wat heel belangrijk is, hiervoor is de enzymen en de coenzymen, de enzymen wat bij de vis zit, die zorgen voor de eiwitstofwisseling. Oftewel, ze maken de stoffen transparant klaar voor het op te nemen in het bloed, om de voeding overal te geven, dat de vis sterker wordt, de vitaliteit wordt beter. Dat is het belangrijkste al in de mond. Hier begint de korrel bij ons het eerste proces al te doen. Veel korrels gaan hier al pas het proces in. Ik geef je een groot voorbeeld. Ik hoop dat niemand het meegemaakt heeft. Maar als je hartstilstand zou gehad hebben, of een beroerte of wat dan ook, dan krijg je vaker een spray in de mond of een tabletje onder. Waarom? Vrij snel, vrij adequaat reageert het dan. Als wij het doorslikken, gaat het verloren. B12 is bij ons weg, kun je vergeten. Maagzuur, B12, boem. En dat is bij de vis ook zo. Visje heeft daar wel geen maag, of heeft wel een kleine maag, maar die wordt nooit gebruikt. Maar als ik hier mijn winst al kan halen bij de kooi, waarom doe ik dat dan niet? Dat is zo belangrijk. En dat is ook het stukje wat wij hebben bij ons korrelvoer. Daar zit karperolie in. Wat nog heel belangrijk is, en dat is zo belangrijk voor jullie jongens. Inoline. Wie van jullie is wel eens vis doodgegaan in de winter? 1, 2, 3, 4. Veel vis? Eentje. Oké. We hebben een lezing gehouden in Duitsland. Ik zie die man nog steeds zitten. Ik vroeg diezelfde vraag, wel in het Duits uiteraard. Van wie is deze winter vis, of afgelopen winter vis dood gegaan? Ah, een grote Duitser, een beetje zo groot als mij, stond een beetje op. Ik zeg, ja, hoeveel vissen? 18 stuk, Paul. 18 stuks. Dus ik had zoiets van, en altijd kennende, een Duitser had niet een kleine vis, hè. Een Duitser had grote vis. Dus ik vroeg eens heel beleefd van, hoe groot waren uw vissen? Ja, ab 70, Paul. Dus vanaf 70. En ik ben altijd kras, want die krasheid mag je ook naar mij hebben. Dus ik zeg tegen hemzelf, wat heb je wat gevonden? Heb je de oorzaak gezien? Was er een parasietje of weet ik wat allemaal? Nee, vrouw dokter was daar gewezen en alles was goed. Dan zeg ik, heel bruut, dan ben je het zelf schuld. Dan ben je het zelf schuld. Waarom? In het voorgesprek van die man vragen wij, wie heeft de vis op de grond liggen? Heeft er nu al iemand vis op de grond liggen? Hoeveel vis heeft u? 13, oké. En ze liggen nu al op de grond? Ja, s'nachts naar beneden. Oké. En zo tegen 12 uur. Ja, wat voor temperatuur zit u nu? 8 graden. Oké. Wie zit al onder de 8 graden? Niemand? Oh ja, deze gooi je de gasmeter om, want ik vergeet het, sorry. Hey, gek heb een stokje, jongens. Zit er al iemand 10 graden dan? 12? Oké. Zit u vrij onbeschut? Heeft u de pomp diep of heeft u een pomp in de vijver? En die zit helemaal diep. Advies, haal ze naar boven. Zet ze op de waterspiegel, 30 centimeter onder de waterspiegel. Dat je boven die stroming even... Want, er zit niet veel verschil in, maar de stroming blijft beneden. En dan gaan ze liggen. Jongens, een visje hoeft niet te liggen, de hele winter niet. Nee, als een vis ligt, als een vis langere periode ligt in je vijver, dan is wat jullie roepen, mijn water is goed, is jouw water niet goed. Inoline is een koolhydraat. Die zorgt ervoor dat jouw enzymen sterker worden, of sorry, de enzymen sterker wordt van de vis. Dat houdt in dat de vis een stukje vitaler is. Ik heb dat ook in mijn boek beschreven met een recept. Shinji zelf deed aardperen. Aardperen is een wortel van een zonnebloem, een Japans bepaalde zonnebloem. En de wortels ervan zijn aardperen. Hij heeft in Europa gezocht naar iets anders en is hij overgekomen bij de paardenbloem. Jullie hebben af en toe eens de paardenbloem in de handen gehad. En als je de stengel pakt en je duwt zo erom, komt dat melk wittig om. Laat je 10 minuten op je handen, is het helemaal zwart en dan plakt het van alle kanten. Daar zit een hoge substraat van inoline in. Inoline koken wij, maken wij een soep van, laten wij koud worden, je kunt het zelf eten. Als je met je vrienden bij elkaar zit en het gedeelte wat je in de vijver moet doen, gooien wij in de vijver. Dat stofje neemt de vis op. Wat wij niet weten, heel veel kooihobbyisten weten dat niet, maar een vis eet op 2 manieren. Hij neemt zijn nuttigheid wat wij toevoegen en hij neemt stoffen op uit het water. He, met het osmoseproces, met de kieuwtjes. Neemt hij altijd stoffen op. En daar kun jij je vis bereiken. En dat is ook wat de Japaner doet. Ik heb vaak hele leuke